handysector legt uit. Wat is sexting? Dit is Tom. Tom is al een paar weken samen met Lisa. Gisteravond hebben ze voor de eerste keer samen geslapen. Hun eerste nacht hebben ze vastgelegd met een smartphonecamera. Tom stuurt via de foto daarvan naar zijn beste vriend Johannes. Daarvoor gebruikt hij een speciale app die de foto bij de ontvanger maar een paar seconden toont en dan verwijdert. Johannes is blij met de eerste keer van Tom. Hij wil echter de intieme foto ook graag behouden. Vooraleer het beeld verdwijnt, maakt hij daarom heimelijk een beeldschermfoto van. Zo blijft de foto ook na de countdown op zijn smartphone opgeslagen. Johannes stuurt deze foto door naar Paul en Elias, die beide ook bevriend zijn met Tom. Zo krijgen zij ook een beeld van de eerste nacht van Tom en Lisa. Maar de volgende dag gebeurt er iets heel eigenaardigs op school. Leerlingen die nog nooit met Tom gesproken hebben, roepen hem na: "Go Tom, go!" Lisa komt opgewonden naar hem gelopen en vraagt hem om uitleg, want de foto is niet alleen bij Paul en Elias aangekomen, maar die twee hebben de foto ook doorgestuurd. En zo heeft bijna elke leerling van de school de foto bekomen. Ergens heeft zelfs iemand de foto op Facebook geplaatst. Tom en Lisa staan nu helemaal in het voetlicht en dat bevalt hen helemaal niet. En omdat Tom de foto heeft doorgestuurd zonder dat aan Lisa te vragen, is ze mega kwaad en wil ze begrijpelijkerwijze niets meer met hem te maken hebben. Na de school is Tom er helemaal ondersteboven van. Hij denkt de ganse dag na over wat hij toch verkeerd heeft gedaan. Hij was er zo zeker van dat de foto na enige seconden zichzelf zou vernietigen. Nu weet hij echter dat men nooit zeker kan zijn dat de foto onherroepelijk verwijderd wordt. Inderdaad, iedereen die de foto ontving, kan er nog een beeldschermfoto van maken. Zo heeft dat ook Johannes gedaan en daarmee het vertrouwen van Tom misbruikt en de vriendschap verstoord. Maar Tom is ook kwaad op zichzelf. Waarom heeft hij eigenlijk intieme foto's van zichzelf en Lisa gemaakt? Uiteindelijk zou zonder deze foto dat alles niet gebeurd zijn. Tom heeft ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden aan Lisa en hoopt dat zij hem vergeeft en dat ze weer beiden zullen samenkomen. In de toekomst zal hij in geen geval nog intieme foto's maken. In plaats van alles op te nemen, wil hij eerder genieten van het moment. Deze herinneringen zijn in elk geval privé en mogen door niemand bekeken worden.